Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. Beelden van de lotingsavond voor de eerste ronde van het Haaglanden Voetbaltoernooi. Afgelopen woensdagavond vond in de Sir Winston Entertainment Club de loting plaats voor de eerste ronde van het Haaglanden voetbaltoernooi om de Sir Winston Cup. Welkom dit seizoen loting voor het Haaglanden voetbaltoernooi om de Sir Winston Cup. Fijn dat jullie allemaal weer zijn. Vanavond gaan we de loting doen voor de eerste ronde. Menig clubvertegenwoordiger was aanwezig en zag hoe de loting werd verricht door Westlandia-trainer Edwin Grunolds en Telegraafjournalist Valentijn Driessen. Na afloop van de loting spraken wij kort met Bas Steffens, de trainer van Volumsport. Zijn ploeg treedt in de eerste ronde thuis aan tegen de zaterdagformatie van Velo. Steffens is tevreden. Ja, leuke wedstrijd. Voetballende ploeg. Edwin Vurens, oud bekende. Laatst nog meegestaan bij een wedstrijd van RKV. Allebei een oud clubje van ons. Dus veel jongens die ik daar ken. Velo, een leuke club waar ik veel mensen ken. Dus leuke wedstrijd, leuke. Nou, voetbal en trainen natuurlijk op de zaterdag met Volumsport. Dus Velo ook uiteraard een zaterdagtak. Wat weet jij van Velo zaterdag? Nou, verleden jaar natuurlijk opgestart. Te goed voor de vierde klas. Aantal jongens die gewoon op hoger niveau kunnen spelen, die bewust die stap hebben gemaakt. Nou, uiteindelijk naar die derde klas gegaan. Er zijn wat jongens bijgekomen in een beetje in de slipstream van de euforie op dat moment. Nu draaien ze wat stabiel in de derde klas. Misschien hadden ze verwacht, we stoten gelijk door. Maar ik deed de derde klas zaterdag al een hele goede pool met een aantal sterke ploegen. Maar goed, ze staan er goed bij. We zullen aan de bak moeten om de eerste ronde gewoon door te komen. Even naar je carrière bij Volumsport zaterdag. Zit je nu ruim een half jaar, zeg maar. Jouw indruk van de vereniging in zijn geheel? In zijn geheel. Hetgeen wat ik aantrof voordat ik er eigenlijk heen ging. Een club waar gewoon heel veel ingrediënten aanwezig zijn om er iets van te maken. Ik bedoel, eerste klas zaterdag, goed niveau, 1300 leden, gezond. Veel jongens die kiezen voor een club. Goede jeugd. Dus ik denk dat er veel ingrediënten zijn waar ze te weinig mee hebben gedaan. En een beetje zwart-wit gezegd misschien, maar dat wij nu als trainers dat misschien een beetje in een pot gooien in samenwerking met TC, bestuur, etc. Om daar gewoon een goede mix van te maken en kijken of we dat in zijn geheel een stap vooruit kunnen zetten en trekken. Om het af te sluiten, toch even met het Haaglanden voetbaltoernooi, zeg maar. Je speelt nu tegen Velo. Hoe verder je komt in het toernooi, hoe leuker het wordt. Uiteraard is de eerste prioriteit de competitie. Mocht je verder komen, dan gaat als een toernooi ook meer leven bij je selectie, denk ik. Ja, ik denk met name bij onze selectie. We hebben echt een groep die vrij jong is, heel ambitieus is. We hebben een groep, als ik morgen zeg, we gaan vier keer trainen, gaan ze echt vier keer trainen. Dat is op dit moment de situatie bij ons. En het zijn echt jongens die zich willen laten zien. Die zich op de kaart willen zetten met de club, maar ook zichzelf willen laten zien. Dus ja, dan zijn dit gewoon mooie toernooien. Een korte weg naar, zoals Edwin al eerder zei, korte weg naar een prijs. Maar vooral goodwill kweken voor je club, voor je team. Uiteindelijk ver komen om uiteindelijk ook wedstrijden in een kwartfinale of halffinale proberen te spelen. Waar misschien al 500, 600, 700 mensen staan met een mooi affiche. En te kijken of je dan in die entourage mee kan en misschien iets kan bewerkstelligen. Dus ja, een hele mooie uitdaging voor ons om als elftal ons te laten zien. Maar ook om als club te laten zien waar we nu mee bezig zijn. Om een beetje uit die... Uh,
ja, als grijze muis daar toch een beetje uit te komen en volgensport wat verder op de kaart te zetten. Ook spraken wij kort met Piet van der Valk, verenigingsmanager van Wilhelmus, dat in de eerste ronde op Ockenburg mag aantreden tegen Die Hagen. Een mooie wedstrijd. Ja, zeker een aardige wedstrijd. Doen het natuurlijk uitstekend in de derde klas van de zaterdag. Wij zijn een tweede klasse. We hebben begin van het seizoen vriendschappelijk tegengespeeld. Heel lang gelijk spel. Uiteindelijk geloof ik hun met penalty schiet of een late goal gewonnen. Dus nee, ik denk een gelijkwaardige tegenstander. Je loopt al veel langer mee in het amateurvoetbal. Wat vind jij de charme van zo'n toernooi? Ja, kijk, Wilhelmus heeft ze twee keer gewonnen. Twee keer ook de Haagse Kantcup, de voorganger van dit. Ja, het leuke is dat je elkaar allemaal weer ziet en het leeft gewoon. Vroeger de Haagse Kantcup leefde, maar die Haaglanden Cup leeft ook. Dus, en je kan als outsider, zag je aan te werven in het verleden, maar ook Wilhelmus, dat je zo'n toernooi kan winnen. Je bent nog niet zo lang werkzaam in de functie die je nu bekleedt bij Wilhelmus. Hoe bevalt het? Ja, uitstekend moet ik zeggen. Het is natuurlijk mijn clubpie. 1 januari begonnen. Ik ben wel iets eerder begonnen, maar meer me oriënteren op een aantal dingen. En vanaf 1 januari vol gas ten aanzien van vrijwilligersbeleid. Proberen dat we het volgende seizoen gewoon met alle posities vrijwilligers neergezet hebben. Ja, het hele facilitaire proces, het onderhoud van het gebouw, contractbeheer, welke contracten hebben we lopen, verzekeringen, welke verzekeringen. Ik ben alles aan het doorlichten, dus ik leer de vereniging nu echt van A tot Z kennen. Je zat bij FC Zoetermeer, maar in een andere functie. Je hebt net de werkzaamheden omschreven in een nutshell ten aanzien van Wilhelmus. Dat is toch heel anders dan wat je hebt gedaan bij Zoetermeer? Absoluut, absoluut. Het is niet voetbal gerelateerd. Aan de andere kant, ja, iedereen die me kent weet dat ik me er toch wel een klein beetje bemoei of adviseer, laat ik het zo zeggen. Dus ook de technische commissie die adviseer ik wel. Ook in het aanstellen van een trainer, in het aanstellen van de hoofdjeugdopleidingen. Ja, ik denk dat ik vanuit mijn netwerk wel kan putten en inzichten heb van wie daar ook bij de club past. Want ik ken de club natuurlijk ook heel erg goed. Even naar het sportieve aspect. Wilhelmus draait behoorlijk mee in het linker rijtje. Nu die HC Cup. In hoeverre denk jij, kan de trainer zeggen van, als je voortborduurt op hetgeen je nu presteert in die tweede klasse, dat op een gegeven moment ook de link kan worden gelegd naar dat HC Cup toernooi. Met andere woorden, zo ver mogelijk komen zonder de sportieve belang uit oog te verliezen van de competitie, zeg maar. Ja, nou ja, goed, dat is iets dat moet een trainer beslissen. Maar ik kan me wel herinneren dat we een aantal jaren geleden hadden wij op zaterdag RKVV bij Haaglandia toen dat tijd nog. En op zondag moesten wij tegen ADO voor degradatie spelen. En toen hebben we heel erg moeten schipperen. We hebben de Haaglanden Cup gewonnen van RKVV toen. Maar we degradeerden wel op de zondag tegen ADO. Ja, toen met Tjaden nog aan het roer. Ja, dat mag ons niet meer gebeuren. Als we dan een keuze moeten maken, hoe rot het dan ook is, dan zullen we wel de keuze moeten maken om minimaal op het tweede klasniveau te blijven. Want we willen graag met de club richting de eerste klas. Tot zover onze reportage over de lotingsavond. Voor de uitslag van de gehele loting kunt u uiteraard terecht op www.haaglandenvoetbal.nl. Dit programma is er morgen weer. Graag tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.